Goedemiddag en welkom bij het Weerbericht van Weerplaza.nl. We kunnen zien op de satellietfoto dat we naast zonneschijn ook te maken hebben met stapelwolken. En uit die stapelwolken valt verspreid over het land een enkele bui. In de loop van de avond gaan de buien geleidelijk aan verdwijnen, zijn er brede opklaringen en dan koelt het af tot een graad of 5. En komende nacht uiteindelijk koelt het nog wat verder af, tot zo'n 0 of min 1 graden in het midden en zuiden van het land en 3 of 4 graden in het noorden. Later in de nacht komt er vanuit het noorden meer bewolking opzetten. En ook morgen overdag hebben we met vrij veel bewolking te maken, zeker in het westen en noorden van het land. Daar kan ook wat buien neerslag vallen. In het oosten en zuidoosten is het op veel plaatsen wel droog en schijnt van tijd tot tijd de zon. Wordt morgen zo'n 10 tot plaatselijk 12 graden bij niet al te veel wind. Donderdag, vrijdag en zaterdag blijft het droog, schijnt de zon flink en de middagtemperatuur gaat geleidelijk aan verder omhoog. Op donderdag wordt het de graad of 14 en zaterdag wordt het zelfs 14 tot 18 graden bij een oostelijke wind. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl